mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Calvin, ofwel Kelvin, ofwel de guy zonder stem. Ik heb gewoon geen stem meer. Welkom bij deze nieuwe serie op mijn kanaal. Ik upload deze week elke dag een video met 5 verschillende tweelingen. Jullie kunnen via de comments en social media laten weten wie jullie favoriet is. Het meest favoriete duo is vanaf dan de leukste tweeling van Nederland. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe serie op mijn kanaal, namelijk de leukste tweeling van Nederland. Ik ben hier vandaag met mijn boy. Het zijn je mannen van de straat. Deze hele week maak ik video's elke dag van de week met een andere tweeling. En jullie mogen uiteindelijk bepalen welke tweeling waarvan jullie denken, yo, hey, die vind ik wel lachen. Die vind ik eigenlijk de leukste tweeling van Nederland. Want ja, ik heb letterlijk alle tweelingen van heel Nederland opgebeld. Zei, hey, ben je tof of niet? Zeggen ze. Oh. En ik heb van al die tweelingen heb ik er 5 uitgekozen. Daar maak ik dus de hele week video's mee. Geniet van de video's en aan het eind van de week mag jij bepalen wie je tofste vindt. Ik ben hier met 2 boys. We hebben elkaar net ontmoet, we hebben net handen geschud. Dan zeg je je naam, dan vergeet ik dat weer. Ik ben letterlijk gewoon weer, zeg maar, vergeten wie nou precies is. Is onze naam nog wel? Morris en Bo. Ja, is waar. Alleen ik weet niet wie is. Dus, ik heb iets bedacht. Ik ga proberen te raden wie is. Als ik het goed heb, dan mag ik gewoon deze paprika's hebben. Als ik het fout heb, dan mogen jullie. Ik weet niet of jullie dit lusten trouwens. Ja, ja. Dit is moeilijk, man. Ik denk dat ik het weet. Morris en Bo. Ah, ja, ze is! Ja. Oh! Boy! We hebben bij de paprika's. Nee, jullie hebben niks. Ik wil één van jullie. Zo, hij ging er gewoon voor. Hij dacht, fuck Bo, ik ben al slecht met namen. En dan heb ik ook nog 2 dudes die exact hetzelfde gaan verstaan. Exact hetzelfde aan. Zelfs schoenen. Vertel even wie jullie zijn. Ik ben Bo, dat is Morris. Ja. Wij zijn een tweeling. Ja. Gewoon ergens in Nederland. Zit op het HMC. Zo. Meubel maken. Doeklatten maken en zo. Doeklat. Ja. Net geleerd wat een doeklat is. Een lat. Met een doek. Met een doek. Mijn kijkers zijn niet sim. Mijn kijkers zijn niet makkelijk. Mijn kijkers zijn kritisch. Ja. Kritisch as fuck, boy. Vertel even aan de kijkers, waarom zijn jullie de meest aan tweeling van Nederland? Het komt omdat wij hetzelfde zijn, toch hartstikke verschillende tweelingen. Zo. Oh, die gaat diep, hè? Oh! Ja, lekker! Oh. Dat is next level. Ik ben op zich wel blij dat jullie hetzelfde zeiden, want dat is eigenlijk ook wat we vandaag gaan proberen te doen. Ja. Ik heb een challenge voorbereid om te kijken hoe tweeling jullie zijn. Op een schaal van 1 op tweeling, hoe ben je? Tweeling. Juist. Scherp. Maar we gaan het gewoon doen. Zijn jullie klaar voor? Zijn jullie klaar voor vandaag? Ja. Ben je ready? Ja! Oké, boy! Ik heb een challenge bedacht. Ik jullie vraag, hey, noem allebei een soort kaas. Stel ik af en dan bij 3, 2, 1 zeg je een soort kaas. En dan is het hetzelfde. Of niet. Er zijn 15 opdrachten. Als jullie meer dan 7 goed hebben tegelijk, dan vind ik jullie zeer tweeling. Nee, 8. Nee, 10. 10 van de 15 moet je goed hebben. Jezus. Je kan nu nog uitstappen. Je kan nu nog stoppen. Nee, we gaan het gewoon doen. Ja, zijn jullie ready? Tuurlijk. Hey, leuk man! Ja, leuk! En deze stem, ik kan echt niet. Ik ben echt voor de mensen thuis, ik ben al heel lang ziek. Keelontsteking. Dat is echt niet leuk. Een soort kak zit hier dan in je keel. Kakkeel noem je het. Oké, zijn jullie klaar? Ik zeg dus, noem beide een huppeldepup. En dan tel ik af. En dan moet je het pas zeggen. Niet meteen zeggen. Klaar voor? Ja. Noem beide een stuk fruit. 3, 2, 1. Appel. Oh! Ja! Shit! Meteen! Ja, deze guys moet even op gang komen. Oh, oh, oh. Ik besef me nu pas dat het zou kunnen dat jullie gewoon alles goed hebben. Ja, alles kan. Ja, het kan, kunnen, hè? Het kan. Als dat lukt, dan beslis ik nu al dat jullie hebben gewonnen. Pak de kijkers mening, dan zijn jullie mijn winnaar. Ja? Noem beide een getal onder de 10. 3, 2, 1. 6. 7. Dat vind ik zo jammer dit. Ja, ik had zulke hoge verwachtingen. Ik had zulke hoge verwachtingen van jullie. Doen jullie dit? Op naar de volgende. Dit is even moeilijk voor mij. Ik dacht jullie zijn die boy. Yo, je moet vergeven en vergeten. Kom op. Wow. Wijsheden. Hebben jullie dan ook dezelfde tandenborstel? Nee, andere kleur. Wel hetzelfde? Ja, maar andere kleur. Nee, ze zijn echt neppe tweelingen. Echte tweelingen poetst met 1 tandenborstel. Oh. Oké, noem beide. Jullie hebben toch Nederlands op school? Ja, ja, dat hebben wij. Noem beide een klinker. Klinker. Weet je wat een klinker is? Pas wel. Ja, pas wel. 3, 2, 1. Nee. B is geen klinker. Nee, ja, ben jij B? Ik zei één. Ja, één is wel een klinker. Ja, oké. Okay. Ja, ik lach je gewoon even uit. Ja, thanks. Ja. Dit is logisch. Eén klinker zijn zo A, E, U, O, B. Dat dacht ik alleen, ja. Ja, het is ook lastig. Ja. Die druk hoe je. Daarom. Noem beide een bekende Nederlandse YouTuber. 3, 2, 1. Calvin. Nee, nu nog een keer, maar dan niet ik. 3, 2, 1. En zo knop. Oh, ja, 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 ja. Okay, zo. Okay. Wel de meest voor de hand liggende YouTuber. Ja, 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 maar ja. Je vraagt YouTuber. Oké, oké, goed. Ik ben gewoon een beetje kritisch. Ik ben er. Ik ben iets. Zijn we allemaal. We zijn allemaal iets. Zoek laat, zijn we klaar voor de volgende? Ja, de volgende is, noem allebei tegelijk een stuk groente. Maar het mag niet een paprika zijn, want dat is te voor de hand liggen. Te simpel. Ready? 3, 2, 1. Bloemkool. Oh, die was simpel. Dat is wel groente, toch? Ja, bloemkool is groente. Ja, echt fucking goed. Ik vind dat jullie het goed doen. Ja, dankjewel. Jullie doen het leuk, jullie doen het zeer leuk. Oké, top. Puikenprestatie, hoor. Puikenprestatie, hoor. Oké, noem beide een frisdrank. Frisdrank, oké, ja. 3, 2, 1. Cola. Te makkelijk. We zijn gewoon te goed. Ja, gewoon.
Oké, schoenenmerk. 3, 2, 1. Nike. Oh, deze guys. Dit kan niet. We zijn onkwaad. Jullie kunnen dat niet. Nee, nee, dit is sprake van fraude, mensen. Ja. Er is gesjoemeld. Er is gesjoemeld met de uitslag. Ik ook. Dit kan echt niet. Even, even. Kan niet. We hebben een 5 van de 7. Jullie staan toch de tel bijhouden. 4 van de 6 en 5 van de 7. 5 van de 7, denk ik. Kom maar 4 van de 6. Hoeveel vragen heb je gesteld? Want we hebben er 2 fouten. We hebben 7. 5 van de 7. Oké, ready? Ja? Ready? Noem allebei een stad in Amerika. Stad in Amerika. 3, 2, 1. Ja! Hé, hey, jullie zijn toch niet zo goed als jullie dachten, boys. Soms heb je dat. Jullie werden echt gewoon iets te... Iets te makkelijk. Ja. Je moet even focussen. Blijf focussen. Focus. Blijf gefocust op die winst, hè. Blijf gefocust op die eindstreep. Zo, hoppakee. Nou. Pardon. Doe nogmaals. Kijk niet raar als ik je moeder paal. Noem allebei een boer. Boer? Een boer? Noem allebei een boer? Nee, dat was een grap omdat hij... Oh, sarcasme. Met het joke, man. Ja, dat... Oké, okay, we gaan. Noem allebei een wereldberoemde zangeres. Zangeres, oké. Okay, maar okay. Wereldberoemd. Ja. 3, 2, 1. Ariana Grande. Beyoncé. Ja, zij is toch best wel beroemd? Zij is fucking beroemd, ja. Wie zei jij? Ariana Grande. Zij is ook beroemd. Zij is fucking lekker. Dat is ook zo, ja. Ja, oké. Okay. Maar je had eigenlijk Ariana Grande moeten zeggen. Ja, vind ik ook. Beyoncé is te oud, man. Ze is gewoon bijna oma. Ja, man, bro. Ja, man, bro. Zij is bijna oma, man, bro. Zo kan je niet zijn, man, bro. Het is ook een lastig spel. Ja, moeilijk, man. Het is niet makkelijk om te YouTuben. Nee. Wil jij er even buiten halen? Ik ben even je broer aan het praten. Ik heb even een goed gesprek met je broer. Ja. Ja, klaar? Ja, even goed in een gesprek hier. Ja. Kunnen we weer tegenaan? Noem allebei tegelijkertijd een Nederlandse rapper. 3, 2, 1. Heel klein, ja. Zeg iets! Ja, zeg dat dan! We hadden nog zo'n goed gesprek. Je was hem gewoon even kwijt. Ja, je zit er lastig. Maar je wou boef zeggen, hij is een heel klein. Jullie zijn hem kwijt. Ja, man. Het ging goed met fruit en zo, maar wie vinden jullie nou echt een toffe YouTuber naast mij? Uit Nederland? Ja? In Nederland. Gio! Fuck a hammer high. Oh, en die kan je niet maken. Nee, ik vind Gio fantastisch. Ja. Ik vind hem echt fantastisch. Ik voel me best blank. Kijk hoe wit ik ben. Enige plek waar ik niet zo wit ben als jullie zien. Dat is het lege blokje. Echt is je nog mooier dan op camera. Juist. Ik wil dat nog één keer zeggen, maar dan even... In de camera kijken en heel diep. Ja. Hey, wat vind je van mijn tatoeage, man? Ja, in het echt is hij eigenlijk wel mooier dan dat hij eigenlijk op camera is. Ja, vind ik wel. Hey, thanks. Oké, okay, noem allebei tegelijkertijd een provincie in Nederland. 3, 2, 1. Noord-Holland. Ja, joh. Maar dat is gewoon omdat jullie allebei daaruit... Oké. Okay, je vraagt het. Ja, dus dat moet je kunnen verwachten dat we alles zeggen. Dat is zo waar. Ja. En hoe je nou boos dan? Ja, want ik hou er gewoon niet van als mensen dingen kunnen. Doeklaat! Noem allebei tegelijk. Noem allebei tegelijkertijd een make-up merk. Make-up merk? Jezus. 3, 2, 1. Maybelline. Hij zegt gewoon Mackie. Nee, gewoon Mac, toch? Dat is zo'n merk. Ja, dat is het. Oh ja. Ik heb toch geen verstand van make-up, maar... Nee, maar daarom zeg ik het toch juist. Heb je wel verstand van fruit? Ja. Ja? Blijkbaar. Ja. Ik vind het wel redelijk goed doen tot nu toe. Top. Afgezien van het feit dat jullie gewoon echt bijna alles fout hebben. Maakt niet uit. Ik ga even kijken of jullie goed hebben. 6. Ja, 6. Hoeveel vragen hebben we nog? We hebben er nog 3. De 10 gaan we niet halen. 4 gaan we niet halen. We gaan dan in ieder geval gewoon voor meer dan de helft goed. Kom op, boys. Zijn jullie klaar? Ja! Hij is ready, man. Noem allebei tegelijkertijd een automerk. Oké, 3, 2, 1, go! Fiat. Nee! Oh, kut! Nee! Ja! Wat goeie! Ja, jullie wouden het zo graag. Ik had nog steeds meer dan de helft. Ja, goed. We moeten gewoon nu alles goed doen. Ready? Ja, hoop het. Noem allebei tegelijk een lichaamsdeel. 3, 2, 1. Teen. Ja! Wow! Super specifiek ook. Ja, je teen. Teen. Hebben jullie iets met tenen? Ja, maar voetvet is. Teen! Ja, gewoon teen. Ik had verwacht, hand. Had ook nog gekund, maar ook neus. Oog. Nee, het is nog steeds spannend. Die hebben 7 goed van de 14. Ik denk dat we nu toegekomen zijn naar de allerlaatste. Als jullie deze goed hebben. En binnen. Dan zijn jullie binnen. Ja man. Mensen, deze hele week komen de video's online met allemaal tweelingen. Dus jullie kunnen eigenlijk nu nog niet bepalen of iemand leuker is dan de ander. Maar kijk alle video's deze hele week. En dan kunnen jullie aan het eind van de week bij de video waarvan jullie denken. Yo, zij waren het tofst. Achterlaten van, yo, ik vond hun echt tof. Dat mogen jullie doen. Geef deze video sowieso een duimpje omhoog voordat jullie weggaan. En abonneer op mijn kanaal. Want we zijn bijna richting de 600.000. Oh, 6 ton ouwe. Zijn jullie ready? Ja. Deze is best wel makkelijk. Noem tegelijkertijd voedsel dat begint met een K. K. 3, 2, 1. Kaas. Oh! Ja, jullie zijn er niet gelijk. Nee. Jawel, man. Jullie zijn er niet. Ah! Oh, man. Die was goed. Ik vertrouwde jullie. Jij zei kaas en hij zei toen ook. En een seconde later ook kaas. Hij was nog bezig met kaas toen ik begon. Helemaal niet. Oké, maar als jullie dit kunnen, dan doe ik ook gewoon nog een ander voedsel met een letter. Ja. En dan wel echt tegelijk. Oké, ja. Ik ga maar naar. Noem
Allebei voedsel dat begint met de letter R. R? Okay. Ja? Nee. Ja, bedenk iets. R gaat, kom op man. R gaat. Kan er wel iets bedenken met de R? Ja man. Wat is dit R. nou weer? Kom op hé. Je maakt meubels, kun je toch ook iets bedenken met de R? Ja, weet ik veel. Je gaat het verpesten hè? Oh, wat erg. R. Met de R. R. Ik kan nog steeds niet met de R bedenken. Kom op man. Okay, even serieus. Voedsel met de K. En dat mag niet kaas zijn. Dit is lastig ja. Ja man. Als jullie dit niet kunnen, dan vind ik jullie echt slechte tweeling. Oh, thanks man. Ik kan nog iets bedenken met een K. Karamelvla. Ja. Laatste kans. Voedsel, dat begint met de S. 3, 2, 1. Slechtsel.